Donderdagavond is de Spar Supermarkt aan de Lange Hezelstraat in het centrum van Nijmegen het doelwit geweest van een gewapende overval. Kort na het incident heeft de politie een verdachte aangehouden die in het bezit was van een vuurwapen. Een toevallige passant vertelt wat hij heeft gezien. Ik was gewoon een wandeling aan het maken in de stad, zoals ik elke avond doe. Op een gegeven moment zie ik een politiebusje keihard langs rijden. Komt hij de straat in, zeg ik ga even kijken wat er is. Ik hoor heel veel gedoe, ze springen de auto uit. Politieagenten die gaan naar binnen toe. Ik hoor dat er een gewapende overval is. Nou, een vrouwelijke agent informeert mij om weg te blijven. Toen heb ik mensen ook verteld van hou alsjeblieft afstand, dat is een gewapende overval. Er kwamen nog 15 mensen aan, het was 8:55 of zo. Dus het was best wel druk in de stad. En op een gegeven moment komen ze dus naar buiten met de man geboeid. De man probeerde nog een keertje te ontsnappen, maar ze hebben hem gewoon weer tegen de grond gewerkt. Dat is gelukkig goed gelukt. Deze overval is de vierde in een reeks soortgelijke incidenten waarbij supermarkten in Nijmegen het doelwit zijn. Sinds vorige week woensdag werden al overvallen gepleegd bij de Lidl in de Meijerhorst, de Jumbo aan de Hatertseweg en de Albert Heijn XL aan de Sint-Jacobslaan. Het onderzoek naar de overval bij de Spar en de mogelijke connecties met de andere incidenten is in volle gang.